In het schouwspel van showbiz en media lijkt de lucht te trillen van spanningen tussen Jan Smit en Aram Beet. Terwijl de zanger stilletjes zijn vertrek aankondigt als commentator van het Eurovisie Songfestival, werpt de RTL boulevardverslaggever Aram Beet schaduw op de situatie. Volgens Jans manager wordt er door Beet een onnodige storm in een glas water gecreëerd, een staaltje publiciteitsjacht zonder substantiële basis. Achter de schermen van het Songfestival blijkt een oud geschil te sluimeren, waarbij Jan Smit zich destijds als een eenzame tegenstander manifesteerde tegen de inzending van het duo Mia en Dion. Nu, in ogenschijnlijke stilte, trekt hij zich terug, niet alleen als commentator maar ook uit het liedjesfestijn zelf. Een opmerkelijke zet die Aaron Beet betwist, met de suggestie dat Jans vertrek strategisch gekoppeld is aan zijn nieuwe radioprogramma. Een suggestie die volgens Beet verder gaat dan louter speculatie. Om zijn punt te illustreren, neemt Aram Beet een opmerkelijke stap. Na acht maanden stofte hij een eerder onuitgezonde, enigszins onaangenaam interview met Jan af en zendt het uit. Volgens Beet werpt dit licht op Jans reacties met betrekking tot het Songfestival en rechtvaardigt het zijn vertrek. Telegraafsterverslaggever Jordi versteegde merkt op dat Jan geïrriteerd lijkt in het interview, een observatie die weerklank vindt in de podcast strikt privé. Evert Santegoeds de baas van Privé voegt een scherp randje toe aan de discussie door zijn ongezouten mening te delen. Hij waardeert de eerlijke reactie van Jan op het interview, terwijl hij spottend verwijst naar Aram Beet als die man met zijn oranje plofkop. Een schijnbaar luchtige opmerking die de rivaliteit tussen verschillende entertainmentprogramma's onderstreept. Jordi Versteegde, echter, lijkt zich te verbazen over de uitgezonde beelden, terwijl Jans manager de hele situatie afdoet als een poging tot het creëren van een niet bestaand probleem. Volgens hem heeft Jan het Songfestival met plezier gedaan, maar is er een punt gekomen waarop het genoeg is geweest. Evert Zantegoed sluit het gesprek af met een persoonlijke noot, waarin hij het Songfestival als het zwakste punt in Jan Smit's carrière beschouwt. In de dynamiek van deze mediarelatie lijkt de strijd tussen Jan Smit en Aram Beet verder te gaan dan slechts een vertrek van het Eurovisie Songfestival. Het is een verhaal van vermeende irritaties, onthulde interviews. En een vleugje persoonlijke animositeit tussen rivaliserende mediafiguren, wat deze episode tot een sappig hoofdstuk in de Nederlandse showbiz maakt.